Nicola, goedemorgen. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik in Ambacht. Hi. Goedemorgen, hallo. Wij zijn met elkaar geconnect op LinkedIn. En ik kwam jouw profiel kwam ik tegen. Ik zie wat jij doet. En mijn eerste vraag is eigenlijk, ben jij op dit moment bezet of beschikbaar? Hoe moet... Dat zag ik, ja. 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 Nee, maar dat is een heel duidelijk antwoord. Mag ik uitleggen waarom ik contact met je zoek? Ja, wat, is het Nicola of Nicolaas? En Beslik, mag ik vragen waar het vandaan komt? Beslic. Ik ben Kroaat, man. Robert Kovacs. Ik zweer het je. Ja, echt. Ja, natuurlijk. Ik spreek ook Kroatisch. Alleen... En waar komt je familie vandaan? Of de roots? Split. Dalmatie. Aha. Nee. Duidelijk. Ja. Nee, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Ja, zeker. Leuk, man. Leuk. Ja, we zijn toch... Een landgenoot, om het zo maar te zeggen, hè? Waar onze roots vandaan komen. Leuk, man. Hey, maar... ja, één grote familie, zo is het. Nou zie ik de wereld sowieso als... Ja, mensen zijn mensen, weet je. Ik heb daar nooit... waar je ook van... Als jij normaal tegen mij bent, ben ik ook normaal tegen jou. Zo sta ik er altijd in. Ik heb geen hekel aan rassen, aan mensen, aan... Ik bemoei me niet met politiek en dat soort zaken, weet je. Ik denk, ja, iedereen moet zelf weten, by the way, hè. Kijk, iedereen is vrij om te bepalen hoe hij het ziet en in wil vullen en zijn opinies. En... Maar jouw profiel viel mij op en Nicolaas, mijn bedrijf... Of Nicolaas, sorry. Mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven... van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-Q-no-pay basis. En mijn vraag aan jou is, Nicola, als ik jouw manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten en opdrachtgevers aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk. Dat is zeker, kan dat zeker nuttig zijn. Om te beginnen, Nicola, wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want
Ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten, kopers, opdrachtgevers, investeerders aan kunt trekken of kunt krijgen. Als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. En mijn volgende vraag is eigenlijk heel simpel. Wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Wanneer zie jij een gaatje? Ja, mijn naam is Robert Kovacs en mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in inwerven van nieuwe klanten en verkoopresultaten en op no Q no pay. Vandaar. Geen probleem. Morgen in de middag? Ja hoor. Ja hoor, zeg maar. Wat, 1 uur? Donderdag. Donderdag. Dat is morgen al, toch? Ja, dat is morgen, ja. Donderdag 1. Ja, ik ben er soms ook een beetje dagen kwijt en zo, hè. Wat ik ga doen, Nicola, ik ga in de loop, geef me een beetje de tijd. Kijk, jouw profiel viel me op. Ik denk, hey, deze man moet ik hebben. Maar de rest van de dag ben ik zelf ook ontzettend druk. Voor 8 uur vanavond heb jij onze afspraakbevestiging en aanvullende informatie, een pdfje. Wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij elkaar kunnen versterken om meer te doen en meer centjes samen te verdienen. Ja? Ook niet onbelangrijk. Dat is 1. Daarna, morgen... Ja, is belangrijk, hè? Morgenmiddag bel ik jou gewoon om 1 uur. En binnen een kwartier weten wij of dat wij een match hebben. En vanuit daar gaan wij uiteraard verder kijken hoe en wat. Zullen we dat afspreken? Super, ik... Ja, is goed. Jij ook. Bedankt voor je vertrouwen en je kostbare tijd. Ik spreek je morgenmiddag. Yo, hoi.